Het is vooral de begroting van de raad. De raad gaat het vaststellen. Dus die kunnen er ook allerlei wijzigingen in aanbrengen. Het college doet slechts een voorstel. Nou, we moeten het nog bespreken met de gemeenteraad. Belangrijk is wel om te weten dat wij al in mei met elkaar gesproken hebben. Ik zeg correctie, in juni met elkaar gesproken hebben over de zogenaamde perspectiefnota. Daar hebben we eigenlijk met elkaar al vastgesteld wat willen we in 2018 gaan doen. En op basis daarvan is deze begroting samengesteld. Maar we moeten er nog met elkaar over komen te spreken. Hoe groot is de invloed van de raad? Is heel groot, want de raad kan echt elk voorstel dat het college doet amenderen. Dat heet, dat wil zeggen dat ze het kunnen veranderen. Dan kunnen ze een andere richting inslaan. Het wel belangrijk is om te weten dat het college natuurlijk niet zomaar tot deze begroting is gekomen. Daar is de raad in het voortraject ook bij betrokken geweest. En dus die hebben wel gezegd van nou, u moet die richting op. Ik hoop dat wij met deze begroting natuurlijk een ruime meerderheid in de Raad van Almelo achter ons weten te krijgen. Daar doen wij het ook voor. Het is de begroting waarmee we voor deze stad in 2018 weer heel veel kunnen doen. En het zou heel erg jammer zijn dat we daar geen meerderheid voor kunnen halen. Maar anderzijds, de realiteit gebied, het huidige college kan niet steunen op een meerderheid in de raad. In die zin is het ook een beetje afwachten van hoe het gaat uitpakken. Maar vertrouwen is er wel. Maar u heeft drie hoogpunten waar u zich op richt. Een daarvan dat gaat over het reorganiseren van de ambtenaren. Ik noem dat woord, want dat wordt door jullie angstvallig vermeden. Jullie hebben daar een ander woord voor. Ja, wij hechten eraan om het vooral ook doorontwikkeling van de organisatie te noemen. En dat heeft daarmee te maken, reorganiseren dat heeft veel al het karakter van mensen van hun plek halen en ergens anders neerzetten. In het slechtste geval moeten ze naar buiten. Nou, dat is niet de opzet van de huidige aanpak. We zien wel dat de gemeente en onze ambtenaren op een andere manier met de vraagstukken van deze stad bezig moeten zijn. Moeten reageren op wat er uit de samenleving naar boven komt. Dat is een leerproces. En dat moeten we begeleiden met kennis en met vaardigheden. Ja, en daar gaan we geld in stoppen om die samenwerking in die stad en de verbetering van onze producten, die aansluiten bij de wensen die leven in de samenleving, om dat te verbeteren.